Hallo, wat leuk. Ik kijk nog geen video. Mijn naam is Pjelvin. Ik heb heel lang geen video's gemaakt. Omdat dit eigenlijk. Ik had eigenlijk verder niks te doen. En we moesten allemaal dingen plannen. En ook met mijn adviesgesprekken en zo. Dus dat was wel heel druk. Dus daarom kon ik niet echt iets filmen. Want daar was ik heel mee druk bezig. Echt gestrest en helemaal zo. En we hebben ook veel werk. Want de CITO's waren net geweest. En ja, ik heb mijn advies, maar ik ga het natuurlijk niet zeggen. Want dat is een beetje gek, want sommige mensen zijn onbekend en dan ga ik opeens mijn advies zeggen. Nou, dat is wel een beetje raar, maar vandaag is het dus. Hoeveel is het? 15 december. Het is nu 10 over half 11. En ik dacht, ja, ik ga een keer gewoon mijn avondroutine filmen, soort van wat ik doe. Want het is vandaag vrijdag dus. En vrijdag is altijd zeg maar een tv-avondje. Ja, ik heb net chips en popcorn gegeten. Dus ja. En ik sta nu lekker in de keuken gewoon rond te kijken wat we allemaal hier in dit huis hebben. Nou, eigenlijk vrij weinig, maar ik ga van chocomel denken. Dus echt, ik hou eigenlijk niet van chocomel uit een pak, maar dit is gewoon heel lekker. Dus ik ga eventjes met de camera. Hier. Ja, ik vind deze heel lekker. Maar ik ga dus een beetje pakken. Er zit geen eens iets meer in. Oh wow. Ik en mijn moeder kijken zo'n serie. Het heet 90 Days to Wed Before the 90 Days. Het houdt zeg maar in. Twee mensen gaan elkaar ontmoeten, maar ze kennen elkaar geen eens. En die moeten dan binnen 90 dagen met elkaar trouwen. Maar wat gebeurt er voor de 90 dagen? Dat kijken we dus. En er is nu zo'n hele gekke iemand. Zo'n man en zo'n vrouw. Zo'n vrouw woont in Brazilië. En die man woont in Amerika. Dus die Amerikaanse mag niet naar Brazilië. Maar hij kan die taal dus niet. Dus het wordt een beetje ongemakkelijk. Maar ik laat nu een klein stukje zien. Dus ja. Ik ga niet te hard praten nu. Nu is een andere. Nou, dat heb ik dus een beetje in. Ik zit op de computer. Ik zit nu op Roblox. En ik ga. Ja, ik vind het eigenlijk leuk zo. Nou, ik ga nu even op Momio. Ja, ik weet, het klinkt heel scare. Maar ik heb gewoon niks te doen en daarom. En vrijdag is ook altijd voor mij zo van computer. Toch? Dus ja. Oh, ik ga even laten zien. Oké. Och, mensen toch. Ik kan het niet of jullie het zien, maar hier zo zie ik eruit. Ja. Allemaal dingetjes. Dus ja. Dus. Yes, ze heeft geliked. Wacht, van wie was dit weer? Dus ja. Bien. He's very respectful
Kijk, ik typ hier zonder te kijken. Oh, iemand belt aan. Oei, oei. Laat even kijken. Dat is... Ik had per ongeluk volgens mij een beetje gefilmd waarvan. Dus ik ga weer verder. Ik ga denk ik ook gamevideo's maken, maar ik heb nog een verrassing. Voor mama, heb jij toevallig nog een oude camera? En toen dacht ze, ik zei, mama, mag ik een camera? Ze zei, van, heb je misschien geen oude? En toen zei ik, ja, ik heb er nog wel één. En dat is deze, het is niet de beste, grootste kwaliteit. Maar ik heb tenminste dan wel een camera, dat is deze. Deze camera. Oh, je ziet er een spiegel wel hoor. En hier is een touwtje. En mijn haar, ja, zo is het van achter. Het is van Canon EM-Brit gewoon. Alleen, we moeten zo'n nieuwe batterij kopen. Want deze is leeg. Dus ja, dit, we moeten een nieuwe. En dit is dan... De camera. Dit is wat het is. En ik ga deze binnenkort gebruiken, alleen moet je nog een camera kopen. Dat vind ik wel leuk. Ik heb eindelijk een camera. Ja, ik heb net al popcorn gegeten, dus... Oh, maar als je dit... You want to feed it of you want to buy a carton with cotton? All for it. If I put the money here, or if I buy... You do what you want, you can buy a card and you say you have cotton. Ja, ik ga nu nog eventjes op computer. En ja, dat was eigenlijk een beetje, ik ga niet te veel doen, anders is het weer een beetje spinning. Ik ga ook nu, maar later, een musical.ly filmpje maken, hoe ik mijn musical.ly maak en wat voor soort musical.ly je kan maken. Ik ga 3 doen, maar dat zien jullie bij de volgende video. Ik hoop dat jullie leuk vonden, abonneer op mijn kanaal, doe een dikke duim omhoog. En zet in de reacties wat voor video's ik allemaal moet maken. En doei!